tweede maal ja gezegd. Ja. We kwamen elkaar tegen in het bos, er was een hond aan het uithalen. Ik zei, oh wacht even, scheld ik op. Ja. Dat betekent dat je best wel iets hebt met de Gay Pride. Best wel. En kan je dat toelichten en kan je vertellen wat de boodschap van jouw ambassadeurschap wordt? Nee, uiteraard heb ik best wel iets met Gay Pride. En het klopt, vorig jaar was ik bezig met de afronding van mijn roman, De Liefde Niet. Die jullie natuurlijk allemaal hebben gelezen. Ja, of alles gewoon doen. Want er zit thematiek in. Dat gaat over onder andere homoseksualiteit. Maar ook religie. En toen mij weer werd gevraagd, dit keer in het bos, hoe romantisch kan het zijn. Of ik tijdens Europride ambassadeur wilde zijn. Kon ik een oude belofte inlossen, zo is het ook. Maar dacht ik, alle reacties die ik heb gekregen op mijn boek. Want het wordt gretig gelezen. Daar ben ik van onder de indruk geraakt. Ik had het dat hoopje van tevoren, maar dat het zo ging, dat was toch wel indrukwekkend. Met name ook gewone, zie mij maar zeggen, gewone Nederlandse jongens en meisjes die zichzelf in het boek herkenden. Niet zelden ook worstelden met de combinatie homoseksualiteit en religie. En ik las vandaag volgens mij op Facebook weer iets dat Paus Franciscus, die hele vriendelijke paus, samen met de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk een papiertje hadden opgesteld en daar hun handtekeningen hadden ondergezet. En dat kwam erop neer dat ze tegen het homohuwelijk zijn en dat voor zolang ze leven in Gloria, dat valt om te bezien, dat ook altijd zullen verdedigen. Dus er zit nog wel een dingetje op de lijn tussen homoseksualiteit en religie. En ik denk dat wij het afgelopen jaar er ook weer mee zijn geconfronteerd door de situatie in de verschillende asielzoekerscentra. En ik word er altijd heel nijdig eigenlijk van. Dus ik vind dat juist ook die stem tijdens Europride, want dat is met vele landen, ook landen waar het onder anders wordt gedacht over dit thema, moeten laten zien waar wij, Nederland, en waar ik als vrije vrouw, als vrije denkende vrouw, waar wij voor staan. En hoe belangrijk dat is dat tot in leeftijd vandaag te verenigen. Dit is het antwoord. Heel hartelijk bedankt.